Ga maar daarheen. Ga maar tussendoor. Was jij hier? Mama Jolien heeft hier altijd gevoetbald. Die voetbalde daar altijd. Ik heb hier niet gevoetbald. Waar het allemaal begon. Waar het allemaal begon. Zo, het is lang geleden dat ik hier geweest ben, hoor. Dat is heel erg. Ja. Ja. Heel rustig op dit moment. Ja, jammer genoeg wel, ja. Ja. Jammer genoeg wel. Jolien van de Tuin, geboren en getogen in Emmen, is al 10 jaar de partner van Oranje Leeuwin Sherida Spitsen. Het zijn allemaal nog oudere foto's, ja. Nee, ik sta er niet bij, hoor. Hier bij sportclub Angelslo in Emmen sloeg de vonk over. Spitsen kwam toen als speelster van Heerenveen een kliniek verzorgen. Nee, jij zat in die in vensterbank of zo. Ja, nee, hier. In de vensterbank stond ik. In de stad. Ik weet het nog precies, inderdaad. Wat was het, Sherida, wat je zag in Jolien? Ja, leuke meid. Ze had eerst nog wel een piercing hier. Volgens mij aan deze kant. Ja, niet. Nee, die kant. Je ziet het ook nog een beetje. Dus toen dacht ik eerst wel van, daar hou ik niet zo van. Dus, maar verder leuke meid en ja, we hadden een goede klik. Dus ja, toen hielden we wel een beetje contact, ja. En een voetbalster? Ja, dat is ook altijd handig. Daar moet je wel een beetje van houden, denk ik. En een beetje snappen hoe het werkt. Want dan kan je er ook samen over praten. Dat vind ik zelf wel fijn. Dus ja, dat is, was een mooie eerste ontmoeting. En we zijn nu nog steeds bij elkaar, dus dat is mooi. Moet mama de auto vasthouden? Mila is inmiddels dik een jaar en Jens is 4. Mama Jolien droeg beide kinderen. En mama Sherida verruilde in januari haar Noorse club Vålerenga voor Ajax om in Emmen dicht bij haar gezin te kunnen zijn. Jolien was natuurlijk ook vaker in Nederland. En dan zit je daar eigenlijk in huis en dan kijk je uit het raam en denk je, ja, wat doe ik hier eigenlijk zelf nog? Wow, doelpunt! Dus ik was wel blij toen ik mocht vertellen dat ik naar Ajax ging. En toen ging ik ook scoren, zeg maar, bij Vålerenga. Dat ging ook goed. Misschien ook wel daarom. Er viel wat van je af? Ja, denk het wel. Vastberaden, fysiek sterk en een fluwelen trap. Dat is spitsen. Met Ajax is ze nu bezig aan de play-offs om het landskampioenschap. Bij terugkomst uit Noorwegen vindt ze dat het voetbal in de Nederlandse competitie vooruit is gegaan. Maar dat het hier mentaal soms wel wat pittiger mag. Je hebt soms ook, zeg maar, karakter nodig en dat is meer de mentaliteit van oké, als het zo even niet lukt, dan moeten we gas geven. En dan kan het niet altijd met mooi voetbal en dat was vroeger. Ja, dus het klinkt heel, heel ver weg, maar dat was wel meer. Maar als echte Ajax-fan heeft ze het naar de zin bij de club. En dat geldt ook voor wonen in Emmen. Lekker rustig, mooie omgeving met de bossen wat wij achter bij ons hebben. En ja, ik ben blij dat ik hier woon. Ja, lekker rustig. Mentaliteit? Ja, ook goed hoor. Ja. Past wel bij elkaar, toch? Past wel bij elkaar. Jawel, jawel. Gelukkig wel, je ziet het. Dus ja, nee, dat gaat goed. De 30-jarige Friesin heeft inmiddels al een rijke carrière achter zich die al op jonge leeftijd begon. Eigenlijk hoort hiervoor nog natuurlijk Sneek. Van mijn vijfde, zesde tot mijn 16e heb ik bij Sneek gespeeld, altijd tussen de jongens. Bij de start van de eredivisie voor vrouwen koos ze voor Heerenveen. Daarna volgde FC Twente en vertrok ze op haar 23e voor een transfersom van €25.000 naar LSK in Noorwegen. Ze was daarmee de eerste Nederlandse voetbalster voor wie werd betaald. Rond de geboorte van zoon Jens keerde ze weer terug naar Twente om vervolgens opnieuw naar Noorwegen te verkassen. En bij beide buitenlandse avonturen ging Jolien met haar mee. Zo hé! Hey. Dat doet hij de hele tijd, hakjes. Zo hé, hey. Actie. In het begin was het wel even pittig. Zij hadden wat tranen gevloeid wel, ja, in het begin, omdat het toch, ja... Je zit daar alleen, je moet nog op zoek naar een baan. Sherida heeft haar team, ik heb daar eigenlijk helemaal niks. Sherida is overdag aan het trainen. En... Dus in het begin wel, maar het was ook wel weer een hele leuke uitdaging eigenlijk. Ja, daar mag ik wel mee in de handjes knijpen, zeg maar. Oh kijk, ja, daar ben ik. Waar ben jij? Hier sta ik. Spitsen pendelt nu heen en weer tussen Amsterdam en Emmen. Een enkele reis duurt 1 uur en 3 kwartier. Maar om voor Ajax met het hele gezin naar Amsterdam te verhuizen, was in dit geval voor Jolien niet echt een optie.
weet je, ik vond het ook tijd voor mezelf om iets op te gaan bouwen nu hier. Lekker, want we hadden de woning al gekocht hier toen we nog in Noorwegen zaten. En ja, daarna ben ik op zoek gegaan naar een baantje en zo. Dus ik kreeg vrij snel een baan hier. Dus nee, eigenlijk is het er nooit echt over nagedacht. Nee. De captain van Oranje. Spitsen. Daar langs en erin! En dan is er nog het hoofdstuk Oranje. Met 184 interlands is er record international bij zowel de Nederlandse mannen als vrouwen. Ja, dat is wel iets moois. En ik ben eigenlijk ook altijd erbij geweest bij het Nederlands elftal. Ik heb misschien één wedstrijd gemist. Hoe ouder je wordt en hoe meer je dat beseft. En dat is wel iets moois. Na de Europese titel en het zilver op het wereldkampioenschap begint Spitsen volgende maand aan de voorbereiding op de Olympische Spelen. Voor de Oranje Leeuwinnen het Olympisch debuut. Mama moet straks weer een maand weg voetballen. Vind je dat wel goed? Of moet mama thuis blijven? Thuis blijven. Ja, ik denk dat wij nog steeds goed zijn. Ook elke keer als wij bij elkaar komen, hebben we het naar ons zin. Hebben we plezier met elkaar. We hebben de afgelopen periode natuurlijk goede oefeningen in het land ook gespeeld tegen goede landen. Dus ja, ik ben benieuwd. Vind je het mooi, Mila? Mooie bloemetjes? Ja? Heb je nog een ultieme droom? Nou ja, ik vind bijvoorbeeld Barcelona is ook mijn club. Als ik kijk naar de buitenlandse, dat zou ik nog heel leuk vinden. Maar goed, als dat niet gebeurt, gebeurt het niet. Maar dat is wel een club wat ik... Hoe ze voetballen. Ik kijk ook altijd naar de mannen. Ik vind dat echt, dat vind ik mooi. Ja. Leven met de dag en dan zien we wel waar het uiteindelijk strandt. We hebben een Nederlands lijntje, hè? Daarom. Koeman kan best zeggen dat jij dat wil. Ja, toch? Nou, bij deze. En dan is het geduld van Jens op. Hoog tijd om naar huis te gaan.